Ja, Freke Moes, vandaag de aanvoerder van de Jong Oranje dames. Je wint vandaag met 3-1 van de Belgen. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, ik denk dat we het goed hebben gedaan. We hebben het wat moeilijker gehad in de beginfase. En dat komt voornamelijk denk ik omdat we het onszelf een beetje lastig hebben gemaakt. Niet per se, België was wel betere tegenstander dan we tot nu toe hebben gehad. Maar ik denk dat het vooral aan onszelf lag als we die mindere periodes hadden. Maar ik ben eigenlijk wel blij. Ja, finale. Dus, Finale is natuurlijk het fijne resultaat. Hè? Daar heb je voor geknokt, daar heb je voor gewerkt. Maar het ging wel een stukje moeizamer deze wedstrijd, vind je niet? Ja, het ging zeker wat moeizamer. Ik denk ook, weet je, het is een halve finale, er ligt natuurlijk wat meer druk op. We hebben wat oefenwedstrijden tegen België gespeeld. We hebben wat bekeken van wat zij doen en dat hebben we meegenomen. Ik denk dat we het vooral in de, wat ik al zei, de moeilijke periodes vooral onszelf te danken hebben. Gingen we net wat moeilijker spelen, net wat moeilijker passes zoeken in plaats van ons gewoon simpel te houden. Dus daar lag het voornamelijk aan, denk ik. Anke van Goudoever, keepster van de Jong Oranje dames. Je wint met 3-1 van de Belgen. Wat voor wedstrijd vond jij het? Het was wel een lastige wedstrijd. Je zag in het eerste kwart dat we het gewoon echt wel lastig hadden met de Belgen. We hebben in het tussen de kwarten door en in de rust goed besproken wat we moesten doen. Dat hebben we veel beter gedaan en dan zie je ook uiteindelijk dat we winnen. Ja, ook jij hè. Vandaag in de aanval, vooral in het eerste kwart, weer dicht bij een doelpunt. Niet alleen jij, ook Nina en Felice zijn dichtbij geweest vandaag. Hoe komt het dat die eerste treffer dan maar niet valt? Ja, goede vraag eigenlijk. Ik denk dat we eigenlijk elke wedstrijd goed beginnen. Dat is ook echt een punt waar we echt aan wilden werken. Dat we meteen uit de startblokken schieten en dat lukt. En vorige wedstrijd viel hij meteen, nu iets langer. Een beetje spanning misschien, maar de kansen zijn er. Dus dat belooft veel goeds wel, denk ik. Ja, dat wekt dan inderdaad vertrouwen. De kansen waren er voldoende. Er stonden eigenlijk vooral in de eerste helft vrijwel geen Belgische kansen tegenover. Dat schept ook vertrouwen natuurlijk. Uiteindelijk kom je op 1-0 voorsprong, maar dan kom je nog een aantal keer goed weg. Ja, zeker. Daar ligt ook wel een verbeterpunt, denk ik. We moeten het verdedigend gewoon altijd dicht blijven houden. En Felice maakt die 2-0, dus daar zijn we hartstikke blij mee. Dan heb je ook wel meer ruimte, want 1-0 is natuurlijk nog krap. Dus we moeten verdedigend op blijven letten, anders dan kan het zomaar 1-1 worden en dan wordt het erg spannend. Het duurde langer hè, voordat het eerste doelpunt viel. De andere wedstrijden kom je sneller op voorsprong. Geeft natuurlijk een beetje rust binnen de ploeg. Het duurde nou ongeveer 24 minuten voordat Jimmy Jansen een strafcorner scoorde. Tot die tijd heb jij het niet heel druk gehad, hè? Nee, eigenlijk niet. Het stond verdedigend goed. We deden gewoon de dingen die we moesten doen. En tussen krijgen we een sproeier over ons heen. Oh. Lekker. Even afkoeling. Nee, ja, het is verdedigend. Hebben we eigenlijk niet heel veel weggegeven. Dus dat is goed. En dan aanvallend is het gewoon wachten tot iets valt. Het is uiteindelijk een halve finale. Is altijd lastig. En dat zie je maar weer. Ja, inderdaad, het is altijd lastig. Hè? Het leek ook iets moeizamer dan de andere wedstrijden. Misschien was er ook een stukje spanning bij de ploeg? Dat denk ik niet. Ik denk dat de Belgen gewoon heel afwachtend speelden. En dat wij het daar gewoon in het begin even lastig mee hadden. Dat we er niet zo goed een antwoord op hadden. Ik denk uiteindelijk dat het niet echt spanning was, maar dat het gewoon even moeilijk was. Je hebt je waarde vandaag wel bewezen. Jimmy Jansen scoorde de 1-0. Toen bleef het heel lang 1-0. En toen kregen de Belgen een aantal grote kansen. Toen heb je echt je mannetje gestaan, hè? Hoe voelde dat? Ja, uiteindelijk sta je daarvoor en dat is lekker dat je ook de ballen kan pakken. Uiteindelijk in dit toernooi nog niet heel veel gedoe gehad. En dan is het fijn dat je er kan staan als het moet. Maar je zegt, hè, je bent blij, je hebt de finale gehaald. Dat is natuurlijk het doel van deze wedstrijd geweest en dat is geslaagd. Dan ga je hier achter ons zijn ze al in het inspelen. De Spaanse dames tegen de Duitse dames. Wie kom je liever tegen morgen? Ja, goede vraag. Ik heb er al over nagedacht, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet niet wie we liever tegenkomen. Ik zou Duitsland wel leuk vinden. Hebben we nog niet tegen gespeeld. Maar ja, oefenwedstrijdje wel, maar hier op het toernooi niet. Dus, maar eigenlijk maakt me niet uit, moet ik eerlijk zeggen. Succes morgen, dankjewel.